te willen doen, maar zo, of moet het via haar? Nee, even kijken. Ik. We zijn hier bij Dutch Valley en ja, hij komt met zijn koffer binnen. Stel een bolletje. Ja, donder je dan. En hoe gaat het met jou? Ja, ontzettend goed. Druk. Ik heb een goede zomer. Ja. En optredens in Gran Canaria, Mallorca, Lorette Mar. En, nee, echt waar? Ja, en dadelijk door naar Groningen. Ja, ook ver weg. Nee. Ach, ga je door naar Groningen? Ja, dadelijk vanavond. Ja. Ach ja. Joh, want, hoe krijg je al dat die mensen zo opgesweept? Hoe doe je dat? Ja, ik weet het zelf ook niet. Want echt heel goed zingen, ja, dat kan ik natuurlijk ook niet echt. Dansen kan ik ook niet echt. Maar dat hebben we gezien op YouTube. Ik hoop dat het mijn enthousiasme is wat ik overdraag op de mensen. Ja. Dat zou ik een compliment vinden als dat, dat zo is. Ja. Want is hij dan wel zo rustig, die stolle bolletjes? Ja, nee, als ik slaap wel. Maar dan, tussen 6:30 morgens en 4:30 s'nachts niet. Ja. Dus zo 3 uurtjes rust. Ja, ja. Hey, stolle bolletjes, waar komt die naam vandaan? De naam komt, in eerste instantie hadden we vrouwtjes gemaakt. Ja. Toen waren we nog niet echt een groep of artiesten, dat we er iets mee. Het was eigenlijk meer voor de grap, zeg maar. En het tweede nummer wat we maakten heette Snollebolleke. Okay. Toen kregen wij een optreden aangeboden ergens op een ijsbaan. En toen vroegen ze, ja, maar hoe heten jullie dan? Ja. En we wisten nog helemaal niet dat ik het alleen ging doen of dat we het met meerdere gingen doen. En toen hadden we voor de gein opgegeven, ja, zeg maar dat de Snollebolletjes eraan komen. Ja. En het optreden, dat was zo goed gevallen dat we hadden binnen een maand hadden we toen weer 15 optredens. Dus ja, tegen wil en dank zaten we toen aan die naam vast. Dus we hebben geen kans meer gehad om een fatsoenlijke naam te verzinnen, maar nu zijn we er hartstikke blij mee. Ja, zeker, daar ben ik hartstikke blij mee. Je bent dan met de koffer binnengekomen, ja, dus, sowieso, ja. Dus doe je dat vaker met de koffer binnen? Ik heb altijd, ja, kijk, dit is mijn, kijk, ja. Koos Alberts, vader Abraham, allemaal gouden oude George, vader Abraham ook? George Baker, Jan Keizer, Jacques Herp, dus altijd als ik een gouden oude tegenkom, waar ik tegen opkijk, die meer dan 40 jaar in het vak zit, die mag er iets op zetten. Nou, goed, Jacques Herp is er ook natuurlijk. Dus ja, nee, die staat er al op. Maar Bonnie Sinclair heb ik gezien, misschien lukt het wel. Ja, ik zou misschien ook lekker fles wagen geven bij de hebben. Ja, die hebben we al gekregen. Die geef ik gewoon door. Ja. Dutchvalley.nl. Dames en heren, ja, je bent echt gek als je niet komt. Het is keigezellig. Kom allemaal naar Snollebolletjes. Kijk voor de agenda op snollebolletjes.com.